We do the prize. Voordat... Ja, dan ben je onwijs blij dat er bij het eerste internationale toernooi ook echt buitenlandse ploegen ook aanwezig zijn. Buitenlandse ploegen, waar komen ze weg? Voornamelijk Engeland, want in Engeland is het ook ontstaan en is het onwijs populair. Ik dacht nu 484 clubs zijn daar aangesloten aan de voetbalfederatie. We hebben ook teams uit België en uit Duitsland. Hoeveel teams nemen er in deze dagen deel aan dit toernooi? Dat zijn er 28. Nu zijn de finale rondes, dus ik kan het nog niet helemaal zeggen. Maar je ziet wel dat de Engelse walking voetballers, ja, die doen het al wat langer. Ja, die komen ook wel naar boven tijdens het toernooi. Ik moet zeggen, ADO Den Haag zit altijd wel bij de finales. En als ik zo kijk, dan zie ik ook Irinsum en Go Eagles ertussen zitten. Ja, het was heerlijk om te doen, hè. Je komt op een leeftijd en kun je heerlijk nou even nog een beetje voetballen. Dat ging perfect. Jos? Hoe lang ben jij al lid van de Goldstars? Ik ben lid van het begin, dus 2014. En het bevalt me nog steeds goed, dus wat dat betreft, de vriendschap is zeer groot. En we zijn een gezelligheidsteam natuurlijk, hè? Ja, gisteren was 3x20 minuten. En dat was vrij zwaar, hebben we ook tegen de nummer 2 gespeeld. Dus hebben we alles gegeven. En dan kom je de andere dag. En dan een beetje stramme spieren. Want de conditie is, of de training is er niet na dat we dat kunnen doen. Mm-hmm. Maar verder, ja... Het is walking voetbal, dus het ging verder prima. Ik vond het mooi. Sowieso leuk. En kijk, als je de bal laat gaan en aannemen spelen, dat is heel ideaal zijn. Maar we moeten op het moment nog dat hard werken, omdat we nog niet goed genoeg zijn. Ze spelen een stuk ruwer. Ze schuwen het lichamelijk contact niet, vooral die nummer 2 zijn. Die zetten het lichaam er gelijk in. Maar ja, ze zijn daarna wel weer sportief. Maar het was even wennen in het begin. Contact is eigenlijk niet toegestaan, maar... Ja, het staat allemaal in de kinderschoenen. Dus de scheidsrechters weten het ook allemaal nog niet goed hoe ze ermee aan moeten. Onze eigen resultaten beviel me best goed. We zijn 12e geworden, dus ik neem aan dat het voor ons doen is dat te doen. Ja, is het verder goed? Ja. Ja, wij trainen één keer per week, hè, dus woensdags. En dan zijn er verschillende toernooien in het land, zeg maar. En daar doen we dus ook meerdere ervaringen op. Ja. Gisteravond was trouwens een grandioos feest in Preston Palace. Dat is gewoon, ja, dat is iets extra's. Met zoveel mensen en met die Engelsen. En dat was erg gezellig. De wedstrijd er nog tussen van Heracles. En ja, dat was hartstikke goed. Even op inhaken wat hij net zei. Maar er zijn wel mensen die zijn toch wel met de derde helft bezig. Ja. En dat is zeer gezellig. Dat is zeer gezellig. Dat bevalt heel goed.